Welkom. We gaan vandaag staafdiagrammen maken, zoals je ze hier ziet, met arrow bars, foutbalken, naar behulp van een dataset die mijn leerlingen hebben verzameld, dus die ik goed gestolen heb. Om dit goed te kunnen volgen, haal ik ze even allemaal weg, ik delete alles, zo, en dit. En wat ik gedaan heb is, dit was mijn dataset en ik heb dit gekopieerd hier naartoe. Wat wil ik eerst weten? Ik wil het gemiddelde weten. Op het moment dat ik er is in Excel indruk, dan kan ik hier kiezen uit veel voorkomende formules. Hij geeft al een optie, die haal ik weg. Misschien had ik ook kunnen kijken hoor, wat het wel was. En ik selecteer gewoon door mijn muis in te houden welke cellen die moet selecteren. Gemiddelde over G12 tot en met G17. Nou, dat klopt hè, 12 tot en met G17. Klik OK of ik druk Enter en ik zie mijn gemiddelde, average gemiddelde. Dan kan ik met dit kleine vierkantje sleep ik zo de boel naar rechts. En dan heb ik dat gekopieerd. En dat is mijn gemiddelde voor al mijn 6 kolommen. Steeds 6 proefpersonen. Ik wil ook mijn standaard deviatie weten. Wat is mijn standaard deviatie? Dat is de mate van spreiding. Je ziet hier 48. Tot 68 graden en een standaard deviatie, dat zegt iets over hoeveel spreiding ik heb. Ik tik dit keer ST en ik zie daar standaard deviatie.s staan, die wil ik hebben. Je ziet dat haakje opent en dan moet ik weer mijn cellen selecteren. 12 tot en met 17, dat klopt, hè? Dat is hetzelfde als mijn gemiddelde. Ik sluit af met een haakje, ik druk op Enter en dit is mijn standaard deviatie. Ook deze sleep ik weer naar rechts. Kan ik natuurlijk hetzelfde doen, maar in plaats van dat ik linker en rechter ogen afzonderlijk doe, kan ik natuurlijk kijken hoe groot is nou die hoek waarmee mijn proefpersonen dat zien. Nou, dat is deze twee bij elkaar opgeteld. Ook hier kan ik een standaard deviatie van laten berekenen. Doe ik dezelfde weer. Alleen moet ik nou natuurlijk wel goed even bij de les blijven. Het gaat natuurlijk over deze groep. Dus ik heb nou 12 datapunten. Dus mijn standaard deviatie, mijn spreiding, hè, wordt nou een stuk kleiner, want ik heb veel meer data. Ik sluit ook weer af met een hekje. Of hoe heet zo'n ding? Enter, 7,3. Wat ik nu heb, dat kan ik ook weer copy en pasten. Ctrl-C, Ctrl-V. En nou is mijn dataset compleet. Dan ga ik nu de grafiek maken. Ik selecteer eerst wat mijn grafiek moet zijn. Invoegen, aanbevolen grafiek en kijk eens aan. Mijn staafdiagram is klaar. Die projecteert hij over mijn dataset. Dat is niet de bedoeling. Dus ik zet hem gewoon, pak hem en ik zet hem naar beneden. En je ziet, dat is een beetje kaal, hè? Dus ik moet wat astitels hebben. Zo, die kan ik dan straks invullen. En ik wil foutenbalken hebben. Nou, foutenbalken. Niet deze standaard deviatie kiezen, want je ziet, hè, dan zet hij gewoon midden in mijn grafiek, zet hij dit soort balkjes niet. Ik heb geen idee wie dat zou willen. We hebben natuurlijk net die standaard deviatie uitgerekend. Dus nog een keer, foutbalken. Dit doet hij soms, een of andere bug. Zo, ik kies hier verticale foutbalk, aangepast, waarde opgeven. En dan zegt hij 1 tussen accolades, natuurlijk een beetje raar. Ik weet niet waar dat op slaat, dus dat haal ik weg. Mijn positieve foutwaarde, dat is dit. En mijn negatieve is precies hetzelfde. Dus ik selecteer gewoon dezelfde rij twee keer. Oké, en ik heb hier mijn standaard deviatie. Ik selecteer even mijn as opmaken, want je ziet, ze beginnen allemaal vanaf 50. Dus ik kan hier prima vanaf 40 inzetten. Zo, kijk, kan ik nog wat andere dingen doen? Nee, dat ziet er allemaal prima uit. Zo, oké. En ik zie direct, hè, nou zie ik wat meer verschillen. Dan kan ik een tweede grafiek maken, invoegen, aanvoelen. Oh ja, natuurlijk moet ik eerst mijn data selecteren. Zo, die lijkt ook verdraaid veel op wat we net hadden. Zo. Ook hier moet ik natuurlijk weer as titels. Zo.
En ook hier wil ik fouten. En doet hij toch weer dat lijntje. Ik snap dat niet, maar ja, dat maakt op zich niet uit. Nu komt hij er wel uit. Aangepast, waarde opgeven. Hè? En ik wil nou dit voor de positief weg. En dit voor de negatief. Zo. Pas opmaken. Zo. Deze gaat naar 80, 2 keer 40. Hè? Hier had ik er 40 afgehaald. Als ik ze bij elkaar optel, kan ik hier er al 80 afhalen. Hoppakee. En wat ik nou zie, hè, nou heb ik een mooie weergave van mijn data. Hier kan ik ook wat mee. Ik kan links en rechts met elkaar vergelijken. En wat een beetje een vuistregel is, is als deze niet of bijna niet overlappen, deze foutbalken, dan zijn de twee groepen significant verschillend van elkaar. Hè, dat zou je tussen deze en deze zou het kunnen zeggen. Overlappen ze met elkaar heel veel, dan zijn ze niet verschillend. Wil je weten hoe dat nou zit? Google je even Wikipedia, Standard Deviation. Ik gebruik graag de Engelse Wikipedia, die is veel uitgebreider en betrouwbaarder. Maar je kan natuurlijk ook gewoon de Nederlandse pakken en daar wordt het gewoon ook, daar wordt het ook uitgelegd. Maar je ziet wel, dit is, dit is nog geen scherm. Groot, terwijl de Engelse site is enorm uitgebreid met ook wordt de wiskunde erachter uitgelegd. Dat is best wel eens interessant om te bekijken. Goed, op deze manier dus maak je grafieken. Nou weet je ook wat er verwacht wordt van je. In je uiteindelijke verslag, of dat nou een PO of een profielwerkstuk is. Ik wens je heel